Gisteren las ik in een plaatselijk dagblad dat de politie in samenwerking met de PDT in een klein dorpje in het noorden van het land een geheime zender had gepakt. De zendamateur was op heterdaad betrapt en zijn apparatuur was in beslag genomen. Nu zijn dergelijke berichten niets bijzonders. Ze staan bijna dagelijks in de krant. Maar onderaan de bericht stond een naam. De kleine piraat. Toen ik die naam las, kreeg ik een brok in mijn keel. Want door toevallige omstandigheden wist ik wie die kleine piraat was. Het was Johnny, een jongen van 16 jaar. Johnny was als kind onder een auto gekomen. Het was een ernstig ongeluk. De dokter vrees een lange tijd voor zijn leven. En het lukte hem wel de jongen een leven te houden. Maar zijn benen kon hij nooit meer gebruiken. En zo leefde die knaap in eenzaamheid bij zijn vader en moeder thuis. Veel vrienden had hij niet. De meeste dagen moest hij zich alleen vermaken. Tot op een dag dat zijn oom bij hem op bezoek kwam. Deze oom had al vele jaren een zendapparatuur. Maar door de drukke werkzaamheden had hij geen tijd meer voor zijn hobby. En hij besloot zijn zendapparatuur aan Johnny te geven, zodat de jongen een bezigheid zou hebben. En inderdaad, Johnny werd een heel andere knaap. Iedere dag zat hij aan zijn zender. Honderden vrienden kreeg hij over de band. Gaf rapporten door, kreeg rapporten binnen. En in korte tijd was de stille, ongelukkige knaap veranderd in een levenslustige vent, vol met grappen. Begrijpt u nu dat ik een brok in mijn keel kreeg toen ik dat berichtje in het dagblad las? Ik weet dat er een sportieve strijd is tussen PDT en zendamateurs. En dat de mensen van de PDT hun plicht moeten doen. Maar in dit speciaal geval van de kleine piraat was het niet zo erg geweest als ze hun plicht niet hadden gedaan. Ik hoop dat de andere zendamateurs Johnny niet zullen vergeten en hen zullen helpen een nieuwe zender te bouwen, zodat hij binnen afzienbare tijd weer dezelfde gelukkige vent zal zijn die hij was toen hij zijn zendapparatuur nog had.